Ja, dat zijn minder mensen. Even rusten. Ja, nee, niet dus. Nee, in charge. Mega natuurlijk. Maar luister, ik heb wel zoiets. Want je hebt die hoedstuur nu steeds op. Dat gaat ten koste van jaren. Ik ben nu 25, het zit er allemaal nog. Maar als je nou dag in dag uit met die hoed gaat lopen, komt er geen zon bij. Mijn naam is niet Amanda. Mijn naam is niet Amanda. Dat betekent dat mijn haar is niet mijn alles. Oh, oké. Okay. Nou ja. Wil je wat zeggen? Ja, er komen heel veel positieve mailtjes over hier binnen. Nou, ik ben boos natuurlijk, omdat die tafel... Oh, dat was wel wat. Die tafel is natuurlijk heilig. En geen fatsoen. Geen fatsoen. Lieve Carlo, verlaag je niet tot dat niveau om de tafel om te gooien. Het is toch ook verschrikkelijk? Wat verschrikkelijk. Ja. We hebben hem hier in de... Ja, hij ging ook wel, hè? Paf, dat er nog achteraan ook. En dat is dan toch, toch ziet het er agressief uit, terwijl jij zoiets hebt van dat heb ik niet. Maar toch zie je wat je ziet. Jij kan iets in je ogen hebben. Ja, maar het is een totaal dingetje natuurlijk. Ja, maar jij kan, want ik zag je bij Knevel van der Brink, daar vond ik je echt een soort van aardige... Nee, maar ik paste me aan het programma. Het was een inhoudelijk programma. En dus Knevel mij serieus dingen wil vragen, vind ik dat prima. Ik vond het alleen jammer dat hij zelf zo weinig inhoud had en dat hij lulde in een cirkelredenering. Oh. En, uiteindelijk heb ik daar goed mijn punt neergezet. Hij was onwijs de gouden kooi aan het afkraken. Ja, maar ja, normaal, ja, serieus. Maar heb jij restricties gekregen toen je daar kwam? Van, god Jaap, je zit in dit programma en geen rare dingen? Door de Knevel-redactie? Ja? Is niks gevraagd aan mij. Ook niet, okay. Hier ook niet, hè? Nee, maar ik denk van na die tafel, denk ik, hou ik koud even stil. Want het is jullie show en niet mijn show. Ja, nou dat houden we ook zo graag. Graag zo, dat het zo is. Ja. En zo. Ja. En ja... Zeg iedereen. Ja? We gaan naar mijn bed wel tussen. Nee, dat kan niet. We hebben wat mensen in de zaal en we hebben een hele leuke bus. Die is nu wat stiller dan jij er nu bent. Hebben wij wat vragen uit de zaal voor ons? Het mag voor Antje zijn, het mag voor Jaap zijn, het mag voor Irene zijn. Anthony Meestal Kamerling, die bellen Anthony we dan nog Kamerling. Even. Stelt u de vraag en we zijn er klaar voor. Ja? 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 Staat u op en gooi u erin. Ja, mevrouw. Ja. Wil de hele bus uit Valkenburg gaan staan? De hele, want nou wil ik het weten. Ik zeg hartelijk dank voor de fly. Nee! Nee! Wat een hoop! Kijk nou toch eens. Mag ik nu wat vragen? Ja, wie zijn jullie bij? Vinden jullie vier het niet onsmakelijk om na zo'n borgtaag te eten? Nee. Nou, het is jammer dat het er een beetje naast is gevallen. En daar heeft u helemaal gelijk in. Ik ga het er even op doen. Maar ik heb wel gehoord van Jaap dat het lekker was. Ja, hij eet het wel niet op. Dus, wat zeg je? Hij schijnt het dus helemaal niet op te eten. Ja. Alles voor short. Ik ben benieuwd. We wachten wel. Zo. Dames, waar gaat de bus naartoe? Want ik kan me voorstellen dat het nog ergens naartoe gaat. Naar de Indiana Jones of... Nee? We gaan regelrecht terug naar Valkenburg. Ja, en wat zegt u dan als u daar aan bent gekomen in Valkenburg? Nou, dat het een heel leuk programma was. Ja. Ja. En het was gezellig. En van wie had ik de taart nou mogen ontvangen? Want ik heb taart gekregen van de hele groep. Mag ik u daarvoor bedanken? Dat is heel lief. Fly. Ja, was fly. Ja. We hebben dus inderdaad een fly uit Valkenburg meegenomen. En die staat, als het goed is, bij Carlo in de kleedkamer. Ja, en dat is een hele grote kleedkamer. En daar staat hij, ja. Maar ik zag net ook Jaap in de kleedkamer. Ik hoop dat de fly er nog is. Nou, ik heb slecht nieuws voor jullie. Hebben we nog mailtjes? Nee, het is, de mensen hebben toch het enigszins het idee dat het niet helemaal bij Live & Cooking past, zeg maar. De broodje Jaapshow. Maar dat zal iets zijn wat misschien later in de avond geprogrammeerd moet gaan worden of iets. Ja, waarschijnlijk late night, hè? Ja. Ja. Op de tijd van Jensen. Wat als Jensen met vakantie gaat. Je bent vaak bij Jensen geweest. Wat vind je daarvan? Ik vind het na 6 jaar vind ik dat er wel wat toe is aan vernieuwing. En wat zou dat moeten zijn? Nou, dat moet hij zelf bedenken. Nee, als Jensen nou zou zeggen van, kom bij mij op de bank zitten. Want hij heeft vroeger, had hij altijd... Als sidekick, wel een leuk idee. Zou je dat willen of zou je zeggen, nee, ik wil echt een eigen programma nu? Dat zou ik in overleg doen met Talpa. En Ed Jan. Ja, met John. Mm. Met John de Mol. Mm. Ja, gewoon met de mensen met wie ik werk. Ik werk niet met John de Mol. Wat heeft John tegen jou gezegd? Want hij heeft je wel gefeliciteerd. Ja, ik had gewonnen en toen moest ik naar de persconferentie. En toen kwam hij me een hand geven. Toen zei hij, gefeliciteerd, ga verstandig met je geld om. Dat zei hij. Ja. En toen moest ik meteen weer door. Dus het was echt 5 seconden. Nou. Zullen we iets van jou optreden? Want dat nummer, dat hebben we in huis. Is dat zo? Ja. Kunnen we dat doen? Het is toch voor niet is het. De terror is totaal. Ik zit hier in een gouden kooi. Oh, wat een vage zooi. Het is toch fucking niet normaal. Ik heb een eigen...
Ik zie Antje echt kijken van... En nou, Antje, het is toch fucking niet normaal. Hoe heet die nummer ook alweer? Laat het even niet doen. Hoe heet het nummer ook weer? Jij zal altijd voor mij zijn. Ja, ja, en Carlo? Dat hebben we... Dat, ja. Irene? Ja, 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 ja. Ja, ik moet je zeggen... Wat denk je, Antje, dat was een heel mooi een duet of... Nou... Gaat het er niet van komen? Zeg nooit nooit, hè? Zeg nooit nooit, zo is het ook. Ja. Ik denk dat we het er lekker bij kunnen laten vandaag. Ja, want, dat gaan we zeker doen. En ik wil vooral het publiek bedanken, want het was een fantastisch publiek. Ik wil mijn gasten bedanken, dames en heren, want je kan er alles over zeggen. Er gebeurde wel wat in deze uitzending. En de laatste man die ik wil bedanken is de man die het programma eigenlijk redde. Want er ging wat mis met het bord hierachter. Wie heeft was het opgelost? Dat? Hij staat erachter. Staat hij iets vasthouden? Staat hij iets vasthouden? We gaan nu kijken wie dat is. Kom even kijken, ik blijf even hier. Ik blijf even hier. Nou, dit is weer spannend. Dit is achter de schermen. Waar is hij? Bent u het? Bent u het? Ben jij het? Ben jij het? Wat, heb jij ons gered? Ik, ja. Dat is toch fucking niet normaal? Ze ben je helemaal gek geworden? Dat was de bedoeling. Mag ik jou bedanken? Ja. Dankjewel. Hoe heet je? Jimmy. Jimmy, Irene, ik geloof dat je moet achter me moet komen. Ik ben niet meer te houden. Ja.